Ja, je moet altijd even wachten voordat de opname begint. Maar volgens mij is de opname nu begonnen. En dit is nieuwsuitzending 064, oftewel nummer 64. En die gaat dan wederom over Jezus en de samenzwering. En in dat kader is het uitzending nummer 4. Dus ik heb er al 3 gedaan over Jezus en de samenzwering. En daarin heb ik allerlei dingen lopen beweren die ik nu even wil onderbouwen met waar ik dat vandaan heb. En dat komt dus met name door deze man. Ik weet niet of de opname gelijk gaat lopen. Deze onder andere. Ik krijg nou reclame, denk ik. Ik doe even het geluid uit. Kost een beetje tijd, maar heb je ook wat. Ik laat even zijn stem horen. Ik pak hem even ergens op. Als ik denk dat er een leuk momentje komt. Waar is mijn internet mee bezig? Zal kloppen. Volgens mij loopt hij nou. The banishment of Count Giugiardini. The arm of the church fell next upon the Badii and his wife. On the 17th of August of 1851, they were surprised by the police in what the church forbids as a crime, the reading of the Bible. Deze pak even terug, als je het niet erg vindt. De sound is niet helemaal goed, hè? Ik kan even kijken of ik de microfoon iets dichterbij de speaker kan zetten. Zo dan, hè? Doe het even nog een keer. Nog een keer luisteren wat hij zegt. House was searched. Other Bibles and prayer books were discovered in it, and the family was instantly hurried off to prison, where they were condemned to the ordinary treatment of so good of the common inmates of a Tuscan jail. Rose Madii was immured in a small, unhealthy cell in the Borgello. She was separated from her husband, whom she was not permitted to see, not even for a few minutes. Her health quickly gave way. Her physician could make no representation of her condition, nor do anything for her relief, his visits being forbidden. The representative of the British Embassy, Mr. Scarlett, in vain petitioned for her release, offering bail in her behalf. The doors of the Tuscan Borgello would be opened, no, not even for the temporary respite of so great a malefactor. And poor Rose Madii was kept pining in confinement month after month. At the end of 9 long months, and 9 months in a dungeon is a long period of time, Rose Madii and her husband were brought up. There sat the judges in their robes, and there stood the prisoners in their chains. Their crime? What is it? Had they plotted conspiracy against the government? Have they joined in the revolution or been guilty of robbery or murder? That 9 dreary months of solitary confinement have already been endured by them, and yet, after all, they must abide their trial amid these dread forms of justice? No, they stand acquitted of all these crimes. The very tribunal that condemns them is careful to proclaim that they've committed no political offense, no civil wrong, that they're not even suspected of such things. What then is their crime? It is this. They have dared to open and read that blessed book in which is written heaven's message of salvation to a lost world. That it is so, we appeal to it, their judges themselves. The words of the indictment are as follows. Here's the indictment of the Madii family. Quote, on the evening of the 17th of August 1851, the public force surprised 3 individuals. Dit hoorden jullie, hè? 1851.
Daarmee bedoelt hij het jaartal 1851. En wat hij hier beschrijft met een snik in zijn keel, is dat er een hele familie, de Madii, ik weet niet hoe je dat spelt hoor, maar M-A-I-D-I-A of zo, Madii, A-I op het einde weer. Maar die familie die had een Bijbel in het bezit. Meerdere. En die lazen ze ook. En dat was toen dus een capital offense. Die mensen zijn levenslang opgesloten. 1851 hebben we het over. Hè? Dat is zoiets als gisteren. Dat is de tijd van Nietzsche. Echt niet lang geleden. En dit is dus het werk van het Vaticaan of dat wat erachter zit. En dat is niks nieuws. Het bestaat dus echt al heel erg lang. Nou, wat ik dus hier ter onderbouwing heb, ik zal ze even doornemen samen met jullie. Deze PDF, dit kan je allemaal downloaden. Ik kan kijken of ik een beetje groter kan maken. Sorry hoor, even wachten, ja? Heel even wachten. Tekstgrootte. Ja, oké, doe gewoon dit. Ja. Kun je iets beter? Kan ik het misschien nog zo doen? Nee, dat werkt niet. Oké, dat maakt niet uit. Waar hij het net over had, Tom Frass heet die man. Rome and Civil Liberty. Zie je dat staan? Rome and Civil Liberty. Uitzending 55. Dat is allemaal van dit boek. En dan moet ik even kijken of ik die ook eventueel zo... Hoppakee. Geen probleem. Dat is dit boek. Dit is een scan. Die staat op Google Books. Dit is gewoon uitgegeven destijds. En daar wordt het allemaal in uitgelegd. Wat er allemaal gebeurd is. Volgens deze auteur dan natuurlijk. Hè? Maar het maakt wel... Het maakt wel sens. It makes sense. Ik bedoel, het ziet er wel... Dit klopt wel. Dit is geen bullcrap. Dit is uitermate zorgvuldig opgeschreven. In een tijd dat je nog niet Microsoft Word had of zo. De Papal Aggression. Zie je dat ook staan? Kijk er even door. Ja. Zie je dat staan? Dat is op zijn Nederlands. De pauselijke agressie. Agressie van de paus. En papal en papacy is in principe hetzelfde. Het gaat dus om dat gebeuren van Zwitserland. Die oude farao's. Nou, dit is er dus één. Dat gaat met name over Engeland. Deze is ook echt super spannend. Kijk of ik nou kan zonder ding aan te raken. Zo dan. Ja, gelukt. Dit is Rulers of Evil van F. Tupper Saucy. Dus als je kan zien, dat dit is een officieel boek. Dat kan je gewoon downloaden. Het heeft 352 pagina's. Keurige openingen zo. Het is copyrighted. 1999. En door deze man. Maar die staat ook hier. F. Tupper Saucy. Dit mag je gewoon downloaden, dat vindt hij helemaal niet erg, want hij is toch dood. Hij is in 2006 overleden. En dit is zijn magnus opus. Heeft hij hier een quote? Begint hij mee? Even inzoomen. Het is een heel mooi boek hoor, dat moet je echt lezen. Hier staat echt alles in. Wat er gebeurd is, hè? Maar het ergste wat je kan doen, of de grootste vergissing, is
Het onderschatten van je vijand. The worst thing you can do in life. Je grootste vergissing is underestimate. Under is onder en estimate is schatten. Dus het ergste wat je kan doen in het leven is het onderschatten van jou, your adversary. En dat is je vijand of je tegenstander. Ik denk tegenstander zeggen. En dat heeft president William J. Clinton gezegd. En die kennen wij onder de naam Bill Clinton. Dat is die man die van die vrouw die nou van die seizures krijgt op het toneel. Die helemaal gek wordt. Maar van die Clinton familie. En Bill Clinton die was in de jaren 90 of zo. Was die, ja. En in 1999 heeft hij dat dus gezegd. Erg interessant boek. Dit is, ik heb dit helemaal uitgeluisterd. En dit wordt besproken. Ik zal hem zo dadelijk eventjes erbij pakken. Maar dit is een heel interessant hoofdstuk. Lorenzo Ricci. Zo. Die vond ik erg goed. Nou, hier begint het allemaal mee. Ignatius de Loyola. Dat was dus na Maarten Luther, want je hebt dus hier is Maarten Luther. En dan krijg je daarna Ignatius de Loyola. En ja, als je dit gewoon... Oh, dit is ook hele mooie. Fascus. Wij kennen de term fascisme. Van de Adolf vioolspeler. Adolf Hitler. Vitor on the roof. Dat woord fascisme, dat komt hier vandaan. Dat komt van fascus. Dat is het Latijn. Er is allemaal veel over te zeggen. En Frank de Persoorsie heeft het allemaal netjes op rij gezet en goed uitgelegd hoe de overname, want ik heb het dus gehad in de vorige uitzending, over de overname van Engeland. Want Engeland werd protestant. Dat wil zeggen, die adel ging dat doen. Ik ben geen fan van Henry de VIII of Jacobus de I. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar ze waren wel protestant. Ze kwamen in opstand tegen de paus. En dan heb ik dus besproken hoe dus die Engelsen, dat Engelse koninkrijk moet je dan eigenlijk zeggen, denk ik. Hoe dat dus aangepakt werd door die katholieke kerk. Even de microfoon iets meer hier naartoe halen, anders hebben jullie heel veel ruis. Volgens mij is het beter. Maar niet alleen Engeland was protestant. Naar Amerika zijn ook allemaal christenen gevlucht. Die op zich dus wel aangetrokken voelden tot de leer van de katholieke kerk. Maar ze hadden geen zin in dat misdadige gedrag. Met al die oorlogen en die financiële fraude. En het, nou, moesten ze weten wat ze uitspraken. En die gingen naar Amerika toe. We zijn ook naar Zuid-Afrika gegaan, ook naar Amerika. En hoe ze Amerika hebben overgenomen, daar kan je echt alles over lezen in dit werk. En ja, ik kan het misschien voor jullie in het Nederlands gaan doen. Maar het wordt heel goed besproken. Even kijken of ik omheen kan komen. Dit werk wordt uit en na doorgenomen van meneer deze. Even wachten. Even een nieuw tapje pakken. Deze meneer. Hij heeft een hele... Een ontzettende bak video's. Dus het is echt voor iedere dag wat. Maar hij bespreekt Rulers of Evil. In het Duits volgens mij. Maar je hebt het nu gezien. Ik heb jullie tekst laten zien. Rulers of Evil. Frank Tupper Saucy.
En deze website zie je dus ook. Dit is gewoon een Google-dinges, heel eenvoudig. Voor mij is het een verschrikkelijk aardige vent die dit zo goed als dagelijks bijhoudt. Die er goed over vertelt. Het slaat allemaal niet nergens op. Goed onthouden wat ik allemaal gezegd heb. Dit is ook een hele mooie. Dit is van Bill Hughes volgens mij. Ja, van Bill Hughes. Bill de Grote. Hij staat hierboven. Ik nog verder proberen in te zoomen. Bill Hughes. Zie je het staan? Ja, mijn Mac wijst er niet meer goed aan. Hij is een beetje... niet helemaal oké. Okay. Even nog groter komen. Ik kan hem helemaal in beeld brengen. Ja, nu zie je dit wel staan. Hè? Kijk, ik er opnieuw kan selecteren. Ja, hij staat weer scheef te selecteren. Maar dit is geen conspiracy hoax of zo hoor. Maar die man die heet dus Bill Hughes. Die heeft het geschreven. Dit gaat over de katholieke kerk. Zijn samenvatting. Interessant. Die man die kan je ook volop vinden op internet. Geeft heel veel lezingen. En oh ja. Dat is een hele... Daar zit ik de laatste tijd naar te luisteren. Dat is een super leuke... Nou ja, leuk. Een super gebeuren. Heb ik er hier ergens staan toch wel? Ja. Deze serie. Kijk, ik luister die uitzendingen meestal meerdere keren. En ik heb deze dan denk ik al 2 of 3 keer geluisterd of zo. Die vertelt echt heel goed. Heel veel info. Hij ziet er dus zo uit. En hij is dus, ja, heeft dus een blauw overhemd aan met een stropdas. Ja, ja. Hoef ik per se zelf niet. Maar. En hij is dan pastoor. Maar hij is niet van de katholieke K-kerk. Hij is absoluut niet. Tegenovergesteld. Ik denk dat het een hele ja, fijne vent is. Het is geen materialist. Het is een prediker. Gewoon echt een prediker. En die vat de geschiedenis geweldig goed samen. Dit is een... Dus behind the door, dat betekent achter de deur. Dit is dan deel 18. Zou misschien Nederlands ondertiteld moeten worden. Dat er iets gaande is op een plek waar wij het niet kunnen zien. Maar die deur die kan je wel open doen. En als je die deur open doet, ja, dan zie je wat er gaande is. Die vertelt je er ook echt van alles van. Nou, dan gaan we terug. Waar waren we gebleven? De secret terrorist, dat was dus van deze man. Bill Hughes. En dan pakken we er nog een paar erbij, hoor. Kijk, deze. Dit doe ik toch eventjes ter onder. Want ik heb dat gezegd in een vorige uitzending. Kijk, dit is een werk van Maarten Luther. Over de Joden en hunne leugens. Ja, ik zal de eerste zin even voorlezen. Dit is geen conspiratie, dit is echt van Maarten Luther. En hier erger ik mij aan. Hè? Ik had mij voorgenomen niet meer over, noch tegen de Joden te schrijven, maar... Wijl ik ondervonden heb dat die ellendige, heilloze lieden niet ophouden ook ons christenen tot zich te lokken, heb ik dit boekje in het licht gegeven, opdat ik tot diegenen zal worden gerekend die aan zulk een giftig voornemen der Joden weerstand geboden
en de christenen gewaarschuwd hebben om voor de Joden op hun hoede te zijn. Ja, dus wat een kutzin. Sorry voor het woordje kut. Dat was niet mijn bedoeling. Maar ik vind het niet oké. Dit is wel geschreven. En het heeft een hoop veroorzaakt. Nou, dit is veel simpeler. Dit is het boek der martelaren. Van Fox, of zo heet die man. Het is een opsomming van iedereen die gesneuveld is in het kader van de fijne paus. Ja. Kijk hoor, Fox's Book of Martyrs was het toch? Ja, Fox. Oh ja, Fox, hier staat het. Fox, daar staat het. Sorry dat ik Fox zei. Oh. Fox. Ja, Fox. Oh, John Fox. Oh, oké. Okay. Zijn achternaam is Foxe. En dan zijn boek is dan Fox Book of Martyrs. Veel over te zeggen. Het is een opsomming van iedereen die dus het leven gelaten heeft. Het is een opsomming van de hoofdstukken. En dan krijgen we nu eindelijk het eerste hoofdstuk. Ze sterven bij bosjes, man. Kijken of we er eentje kunnen vinden. Ga ik een stukje voorlezen. Maar het is allemaal doden op. Ja. Kijk maar. Eentje dan hier dan. Ik ga even live vertalen voor jullie. Agapetus. Een jonge man die zijn goederen had verkocht en zijn geld gegeven had aan de armen, was gevangen genomen als christen, gemarteld en toen onthoofd te Praeneste, een stad op een dag reizen van Rome. We hebben een paard, denk ik dan. Vlak bij Rome is er dus. Zijn man, Agapetus, die had alles gewoon eraan gegeven, aan de armen gegeven. En die was gevangen genomen omdat hij een christen was. Zo gaat het maar door. Ook dat hele mooie verhaal, of ja, mooi, het is wat je mooi vindt, van de Waldensers, die eventjes gepakt zijn. Dat was ook een mooie. Een stad van Frigië. Die totaal bewoond werd. Nee, dat zeggen we niet. Bewoond door christenen. Is afgebrand. En alle inwonenden zijn omgekomen in de vlammen. A city of Phrygia, consisting entirely of Christians, was burned and all the inhabitants perished in the flames. En zo gaat het maar door. Die fijne pauze. Als je geen paus zou hebben, dan zou je God smeken om een paus. Van zou je toch alsjeblieft een paus willen sturen, meneer God? Of mag ik u geen meneer noemen? Krijgen we dat weer? En nu ga ik dus even afsluiten.
Even kijken, deze moet ik misschien de volgende keer over gaan hebben, maar dit is mijn afsluiting voor vandaag. Dit gaat over Avro Manhattan. En die zien jullie hier. Kom, een beetje in beeld. Ja. Avro, Algemene Vereniging Radio Omroep of zo. Algemeen Verenigde Radio Omroepen. De Avro. Maar zo, nee, zo heet hij natuurlijk niet. Maar het is gewoon kennelijk een naam. Avro Manhattan. En hij ziet er zo uit. Hij was een best-selling author. En hij is dus geboren in 1914. En hij heeft de pijp aan Maarten gegeven in 1990. Maar zoals je kan zien was dat een man die... Ja goed, ik vind het een intelligent gezicht. Ja, wie ben ik? Ik zal even een stukje voorlezen. Avro Manhattan, ik heb even uitgegooid, ik kan niet meelezen. Avro Manhattan was the world's foremost authority on Roman Catholicism in politics. A resident of London, during World War II, he operated a radio station called Radio Freedom, broadcasting to occupied Europe. He was the author of over 20 books, including the bestseller, The Vatican in World Politics. Twice Book of the Month and going through 57 editions. He was a great Briton who risked his life daily, to expose some of the darkest secrets of the papacy. His books were number one on the Forbidden Index for the past 50 years. Nou, het zegt op zich natuurlijk niks. Maar het zegt ook niet niks. En dit boek van Avro Manhattan, want hij heeft dus 20 geschreven, maar dit is er dan eentje van. Dat gaat over Vietnam. Waarom gingen wij naar Vietnam? En met wij bedoelt hij dan natuurlijk de geallieerden. Hè? Dan was er een probleem toch in Vietnam met het communisme of zo. Er werd, wat was er eigenlijk voor een probleem in Vietnam? Ik kan me niet herinneren dat de Amerikanen ooit last hebben gehad van Vietnamezen. Die daar een beetje communistisch aan het wezen waren of zo. Laat ze lekker communistisch zijn. Het verhaal is, volgens Avro Manhattan, dat Noord-Vietnam, dat was communistisch. Dat stond onder controle van de paus. Want als je zegt communisme, dan zeg je de paus. Dus Noord-Vietnam stond onder controle van de paus. En Noord-Vietnam moest dus dat communisme, dat pausdom, overbrengen naar Zuid-Vietnam. En dat lukte dus niet snel genoeg. Want toen zijn die Amerikanen daar naartoe gestuurd om te helpen om dat communisme van de paus van Noord-Vietnam naar Zuid-Vietnam te brengen. Althans, dat was in 1973 of zo. De Vietnamoorlog die begon ergens in 1955. Ik pin me er niet op vast. En in die tijd heette dat Spelly's War. En Spelly's, dat is vernoemd naar, dat was een grapje van Cardinal Spelman. Misschien kan ik het wel vinden. Het staat er allemaal weer in. Kom, ik probeer het even te vinden, joh. Dan ben ik toch zo klaar. Cardinal Spelman
War. Volgens mij moet je zeggen Cardinal Spellman's War, maar dat zal wel goed zijn. Cardinal Spellman, daar gaat het allemaal. Kijk of ik dat. Als je toen zei Spellies. Dat gaat dus niet. Ook niet. Spellies. Dat kan ik ook niet vinden. Maar het heet de Spellies War. Vernoemd naar kardinaal Spellman. Dus als je de volgende keer gaat kijken naar Into the Heart of Darkness. Weet je die film ook alweer? Dat boek heette Into the Heart of Darkness. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Als je de volgende keer gaat kijken naar Apocalypse Now. Of naar Full Metal Jacket. Weet waar je naar kijkt. Een Full Metal Jacket, dat is een film die kan je wel handelen. Apocalypse Now weet ik niet direct zo. Weet ik niet. Maar er was dus een oorlog die de paus begonnen was om zijn communistische rijk uit te breiden. En de paus, dat heb ik dan hopelijk goed uitgelegd, het gaat niet om de paus. De paus is gewoon iemand net als Barack Obama. En die wordt gewoon uitgekozen. En dan gaan wij allemaal klap, 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 klap. Want wij zijn het klapvee. Dan zijn we dankbaar voor een nieuwe paus. Maar het gaat natuurlijk om dat paus dom. Er is een organisatie en die geeft iedere keer een verse paus. Oh, de oude paus is op. Nou, dan krijg je een nieuwe paus. Net als een poelier of zo. En die jokers, die doen dus gewoon een Vietnamoorlogje eventjes. Want kom, hebben zin, even een Vietnamoorlogje beginnen. En ze doen dat gewoon. Je kan ook nazoeken, en bijvoorbeeld in dit boek staat het denk ik ook, maar ze hebben dus veroorzaakt dat vanuit Noord-Vietnam er ongeveer 1 miljoen katholieken, die zijn naar het zuiden gegaan. Gewoon een volksverhuizing met hun eigen tuig. Hun eigen spul. Want het zuiden van Vietnam, daar waren gewoon mensen, die waren boeddhistisch, hooguit. Nou, boeddhistisch, dat betekende in die dagen gewoon dat je, je had een kommetje en je had een jellaba. En net als Jezus, een paar sandalen mag je hopen. En zonneschijn en frisse lucht. En je kreeg wat rijst van mensen. En dat was het. En die mensen werden beschouwd als heilig. En mensen in de omgeving die gingen ongetwijfeld naar die monniken toe. Als ze dan ruzie hadden met hun vrouw. Of mot met hun kinderen. Of hijsa met de buurman of whatever. Die mensen werden beschouwd als Pontificus Maximus. Als bruggenbouwer. En die waren dat echt zelf. Die mensen hadden niet een gelofte afgelegd van armoede. Nee, die waren gewoon armoedig. Bewust. Daar hadden die mensen over nagedacht. Ze hadden gewoon 1 keer te veel in het glaasje gekeken. En toen snapten ze het. En die mensen vormden een rustpunt. En je had daar in Zuid-Vietnam, Cambodja, had je allemaal hertogdommetjes en graafrijkjes, of hoe dat ook, graafschappen. Koninkrijkjes, hele kleintjes. Er was er altijd wel een heerser of een of andere familie en die had het grote huis en... Maar iedereen had daar gewoon te vreten. En die heiligen, die liepen in de rondte. En die, er waren onbetaalde priesters. En van dat laatste, de onbetaalde priester, daar houdt de paus niet van. En want als priesters onbetaald gaan zijn, waar is zijn business dan? Dus dat ging even lekker niet.
En toen is het zuiden van Vietnam aangepakt. Ze hebben eerst het noorden geïnfiltreerd, geïndoctrineerd. Het communisme dat belooft aan mensen van kijk, als je met ons meedoet, dan heb je altijd onderwijs voor je kinderen, gratis gezondheidszorg en een bedje voor als je doodgaat. En het tegenovergestelde is waar. Want in communistische landen is er helemaal geen onderwijs. En er is helemaal voor de ouderen helemaal geen zorg. En je ziet het hier in Nederland ook. Het is hier ons ook beloofd. Ja, maar dan als je een stukje van je pensioen afstaat. Dit is gebeurd, hè. Oudere mensen hebben een stuk van hun pensioen af moeten staan. Ten behoeve van het grotere goed. Maar was in de jaren 80. 90 voor mijn part. De pensioenfondsen hadden te veel geld. De paus doet precies het tegenovergestelde van dat wat hij zegt. En daarom is de paus de antichrist per definitie. En dat het in de Bijbel staat, daarvoor mag jij God vanavond voordat je gaat slapen danken. Op je blote knieën, AUB. Dat we van tevoren gewaarschuwd waren. Alleen jij moest wachten op Perry Franciscus Martinez Winkel om het jou in je oor te fluisteren. Maar nu weet je het. Nu weet je dat Jezus, die sprak geen poep. En zijn volgelingen ook niet. Ik heb het nog niet gehad over Mohammed, denk ik, of misschien wel. Maar de volgende uitzending pak ik dan denk ik Mohammed er nog even bij. Met hoe dat gegaan is. Want dat is ook van de antichrist. Dat boek, de Koran. Het is net als de Bijbel, het is prachtig geschreven en er staan hele mooie elementen in. En als je een Mohammedaan kent. Dus als je een mens kent die in zijn leven de moeite heeft genomen om naar de moskee te gaan en de Koran te lezen en zich te verdiepen in de Arabische poëzie. En alles wat erbij hoorde. Iemand die ook matig is. Iemand die niet getrouwd had kunnen zijn voordat hij een kleed in zijn huis had. Kijk, dat zijn allemaal rechtvaardige mensen, daar is geen probleem mee. Maar wel degelijk is het zo dat die Mohammedanen, die worden opgestookt tegen Joden en tegen christenen. En dat laatste is gemeen. Heel veel Mohammedanen die ik hier in Arnhem tegenkom, en als ik dan vertel dat ik christen ben, dan kijken ze mij zo aan van, oh ben jij van die kruistochten? En dan moet ik tegen die mensen zeggen, nee. En dan geloven ze mij niet. Maar dat komt omdat die katholieke K-kerk, die doet alsof die christelijk is. En uit de naam van Jezus de Christus hebben zij kruistochten gevoerd. Nou, volgens mij is dat gewoon een schande. Dan moet ik eens wagen dat ik uit naam van... Dat ik zeg, ik handel uit naam van het huis van Oranje. En dan ga ik een klein kind van straat pleuren, van sleuren. En dan ga ik dat kind neuken. En dan zeg ik, dat doe ik uit de naam van het huis van Oranje. Dat mag toch helemaal niet. Als ik dat zou doen. Dan staat morgen hier. Nou, morgen? Nee. Vannacht om 6 uur. Dat betekent, ja, ik spreek altijd over de volgende dag als je wakker wordt. Hè? Dus vannacht om 6 uur. 5 uur staan ze aan te bellen. Stormram. En de katholieke K-kerk, die heeft uit naam van Jezus kruistochten gevoerd. Gewoon militaire operaties.
alsof Jezus een soort van US Marine was of zo. Jezus zei, moord en gij zult hebben. Nee, dat zei Jezus niet. Sorry dat ik zo schreef. Dat zei hij niet. Dat zei Jezus. En Jezus zei, zoekt en gij zult vinden. En niet moord en gij zult hebben. Dat heeft Jezus nooit gezegd. En dan kunnen die kruisridders uit naam van Jezus zeggen dat Jezus dat wel degelijk gezegd heeft. Maar dat heeft hij gewoon niet gezegd. En pak je bijbelpagina erbij. Vieze leugenaar. Ja, niet tegen jullie natuurlijk, maar hypothetisch gesproken tegen die zogenaamde kruisvader. Die de boel een beetje tegen elkaar loopt op te stokken. Dus, lieve luisteraars, ik pak hem zo dadelijk weer op. Ik denk de volgende uitzending dat ik ga stilstaan bij hoe Amerika overgenomen is met die dinges Ritchie. Dat was het ook weer. Ik pak hem nog even terug. Ik ga afsluiten hoor, ik ben zo klaar. Maar de restant is hier. Weet hem ook alweer. Lorenzo, zo heette die. Lorenzo Ritchie. En hoe ze Amerika gepakt hebben. En in Amerika, dit is gewoon, dit is een cliffhanger. Hè? Maar in Amerika heb je dus een grondwet. Een constitution heet dat. En daar hebben ze een aantal amendments op gemaakt. En de first amendment, die gaat over de freedom of speech. En de second amendment, dat gaat over het mogen dragen van wapens. En de First Amendment, daar zit een angeltje in. En dat hadden die Amerikanen, denk ik, niet in de gaten op dat moment. Want ze zijn er gewoon ingetrapt. En die katholieken, jongen, die hebben in hun broek gepist van het lachen. Stomme Amerikanen. Dachten die katholieken dan, hè? Ik denk dat niet, niet dat ik dat zeg. Maar ze zijn er gewoon ingestonken. Nou, lieverds, hartstikke fijn dat jullie dit uitgeluisterd hebben. En vol van goede moed op naar de volgende uitzending over Jezus en de samenzweringen. Dat wordt dan nummer 5. Maar dan zeg ik tegen jullie, tjus, lieverds.